Bied de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Agrotechniek Holland. Van 14 tot en met 17 september in Biddinghuizen. Handdoeken zakken, hè? Oh ja. Er moet gewerkt worden. En de Bied de Boer stand wil ik even zien. Buongiorno, come stai? Ja, zo, ben je al misselijk? Ja, gaat goed zo. Nou, even terug in Biddinghuizen. Even kijken hoe ver het is. Want ATH gaat natuurlijk snel al van start. De opbouw is al een week aan de gang en dat gaan we natuurlijk terugzien. Maar het is een drukte van belang, maar dat neemt alleen maar toe. Dus eigenlijk is het slim om als standbouwer vroeg te bouwen. Het waait ook, het regent, maar het weer wordt hartstikke mooi. En, dus ik ga even op zoek naar Jan-Gerard Cuperus, want die weet natuurlijk alles van die opbouw. Maar natuurlijk ook een beetje lol trappen. Ja, gewoon omdat het kan. Wat een mooi meneer. Ik vind het hier fantastisch. Alleen voor een oudere mannen zitten is dat niet zo interessant meer. Nee, hoezo? Maar het is allemaal veel te groot en het is allemaal veel te ingewikkeld. Is het te groot geworden? Wij moesten alle trekker hebben worden als ze lekker met scharen. Ja. Dit is allemaal knapje, geurig knapje. Ja, dat doen ze niet meer. Nee. Nee, dan moeten we de volgende keer naar een oldtimer festival. Ik wist het wel zo goed. Goed zo. Zien we elkaar daar? Doe we dat. Kijk nou dan! Hé, hey, daar is hij weer! Ja. Schiet het een beetje op? Ja, we zijn bijna klaar. Bijna klaar? Wij beginnen zondag al. Jullie beginnen? Ja, ah, dan ben je woensdag ook wel weer weg. Ja, dat bedoel ik. Gaat goed? Ja, gaat heel goed. Mooi man. Nou, je hebt een leuk plekje. Ja, hè? Ja. Dacht ik wel. Doe je goed. Zo, handen uit de zakken, hè? Oh ja. Er moet gewerkt worden. Ja, ja, je, ja moet, je moet de winter file, wel een beetje onderhouden. Ja, het is file, hè? Ja, ja, het is nu even file, ja. Ja, oh, oh, we gaan wel los. Nou, jullie zijn mooi opgeschoten, man. Ja. Te gek. Nou, heel veel succes, hè? Dank je. Goed. Zet hem op. Ja. Hoi. Hoi. Zo. Nou, dit is even anders dan de vorige keer. Het is wat drukker, hè? Beetje drukker. Zo, wat een... Rijden ze al over je heen? Nou, ik, nou, wel zo'n beetje. Als je niet uitkijkt, dan, dan overleef je dit niet. Nee, klopt. Nee, het gaat is goed. Nu, het is nu vol feest. Ja. We zijn nu aan het inrijden, alles. En nou ja, het zonnetje gaat gelijk schijnen. Ja, dat komt ook omdat ik er ben, hoor. Oh, ja, dat is ook zo. Nee, we hebben een beetje water gehad, maar het gaat goed nu. Het ziet er goed uit. Ja, een beetje water. Je hebt echt veel water gehad. Ja, het was één avond 25 mm. Dus dat ging hard. Ai, ai, ai. Ja, dus dan zie je gelijk wat plasjes zo hier en daar. Maar ja, we hebben nog 4 dagen. Het kan wel opdrogen nu. Hè? Ah, het wordt schitterend weer, man. Ja. 24, 25 graden zag ik. Ja, klopt. Nou. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, die heb ik toch maar mooi weer overleefd. Ja, ja oké. Okay. Ze doen het allemaal netjes. Kijk, we hebben ook wel lintjes eventjes opgehangen om het steeds heel te houden. Ja, want... Want met zoveel geweld, dan rijden de boeren snel kapot. Die jongens van Farmstore zijn al bijna klaar. Ja, die zijn er bijna. De laatste dingen worden ingehezen. Maar goed, die zijn nog slim. Want die hebben gisteren, toen hebben we veel water gehad. Gisteren hebben ze even niks gedaan. De dag ervoor wel. Dus ja, die houden toch een beetje het weer in de gaten. Want ze willen een stand netjes houden. Ja, tuurlijk. Ja. En gaat alles verder naar wens? Ja, gaat goed. Ja, hè? Ja, van ons mogen er altijd wat meer komen. Wat sneller, eerder inrijden. Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. Het is altijd de laatste 2 opbouwdagen is het drukst. We hebben ze natuurlijk liever wat eerder, maar ja. Je hebt liever voor je planning natuurlijk, dat het allemaal net even wat eerder gaat. Precies, ja. En laatste dingetjes allemaal nog dinsdag. Oh, dit nog even, oh, dat nog even. Ja, ja, ja. Maar dinsdag mag er echt niet meer gereden worden op de velden. Dan, we moeten de boel gewoon heel houden. Ja, nou zeker. En de wandelpaden zijn gelegd, zie ik. Ja, precies. Loop maar even mee, kun je het even zien. Ja, ik weet het nog. 3,5 kilometer. Ja, zo ongeveer, ja. Ja. Ja, dit zijn dus de aparte wandelpaden. En daar kun je ook niet overheen met het grote spul. Dus we hebben de asfaltpaden voor de logistiek, waar het grote geweld overheen kan rijden. En hier de looppaden voor de bezoekers. Ja. Dus, goh, wat een verschil met vorige week, man. Ja, maar je ziet hier de linkerkant. Dat zijn allemaal de wat kleinere standhouders. Daar is het nog leeg. Dus die komen allemaal of morgen of maandag en dinsdag. Maar je ziet de grotere partijen, die zijn allemaal al aanwezig.
Zullen we een rondje? Ja, gaan we even doen. Oh, en de Biedenboer-stand wil ik even zien. Oh, Biedenboer, ja, ja, natuurlijk. Ja. Moet ik even het nummer nadenken? 511. 511, oké. Gaan we doen. Nou, nu rijden we even kijken tegen Nieuw-Holland. Rijden we aan. Daar zijn Italiaanse bouwploegen aan het werk. Italiaanse bouwploegen? Ja, ja, die hebben eigen standbouwers uit Italië. Dat is dan helemaal aan het eind van het pad? Ja, dat is natuurlijk de Fiat-groep van Nieuw-Holland. En die, ja, die hebben eigen standbouwers. Dus staan op de weg weer, hè? Dit wordt één grote gele blauwe massa hier. Ja, 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 het is allemaal Nieuw-Holland. Jongen, jongen. Oh, zijn dat Italianen? Wacht, ja. Even mijn Italiaans oefenen. Ja, doe maar. Okay. Buongiorno, come stai? Bene. Tutto bene? Oeps! Nou, dat was best netjes, of niet dan? We gaan er zo... Brrrt. Veel verder kom ik niet hoor. Hoorde je dat EBJG? Nee. Dat was jammer, want het was wel echt heel erg goed. Wat zei je dan? Buongiorno, tutto bene? Bene. Dat betekent, het gaat wel goed. Nou, mooi. Ja. Tevreden mensen hebben graag. Ja, hè, dat is altijd handig. Ja. Zo, ja, stop! Gaat goed? Zeker, 100%. Ja, 100%? 100%. Kan niet beter. Kan altijd beter, maar... Nee, dat zei 100%. Kan niet beter. Nou, zet hem op, hè. Mooi. Mooi. Zwartwerken, ik kan niet. Wat zeg je? Ik ben aan het zwartwerken. Oh, oh ja, daarom heb je ook zwarte kleren mee. Ja, zeker. Oh, je dacht dat je een taakstraf had. Nee, nee, geen taakstraf. Nee. Je wordt gewoon betaald, hoor. Ja. JG, wat is dat? Ja, hier gaan we een ATV-parcours houden. Een wat? Een ATV-parcours, ja. All-terrain vehicle. Dus dat zijn dit soort karretjes waar we in rijden. En hier kunnen bezoekers straks proefrijden, een proefrondje maken. Oh, dat voor standhouders, die kunnen daar gebruik van maken? Ja, als zij dit soort vehicles, voertuigen in hun assortiment hebben, dan kunnen ze daarvoor aanmelden. En dan gaan wij hier een parcoursje aanleggen. En dat, dan kunnen ze een rondje maken. Mag ik even het bultje over? Onder begeleiding natuurlijk. Hè? Ja, ik zal dan bij je gaan zitten. Oh ja, want het is wel onder begeleiding. Ja, ja, nee, dat is goed. Jij wilt even? Ja. Oké, okay. Komt u maar. Eerst even, achteruit. Achteruit, voor, ja. Oh, kijk je een beetje uit, Rob. Er staat een dikke bak achter ons. Oh. Ik doe een beetje heel lang. Oh, ja, goed zo. Dan gaan we vooruit. Haalt hij dat wel? Ja, ik weet het niet. Ja, kom maar, pas erbij. Kom op! Ja! Ja, we doen niet kinderachtig. Nee, dat gaat. Hoppakee. Dit mag, hè? Zo, hè? Ja, zo gaat het goed. Gaat perfect. Het is een soort kartbaan. Ja, gaat goed, joh. Oh, dit gaat perfect. Oh, wat leuk! Ja. Zo, wel misselijk. Ja, gaat goed zo. Zeg maar wel. Ja, neem maar gauw op. Ja, geef het groepje eens. Och, nou zie ik het. Joost. God, kiegel, dat is lang geleden. Nee, het is ingefluisterd. Hoi. Ben je klaar? Nee. Nee? Okay. Nou, je bent al heel ver. Wat moet je allemaal nog doen dan? Ik moet de laatste machines nog neerzetten. Je hebt helemaal geen ruimte meer. Ja, nog oh, erachter nog. Nee, nog een paar gaatjes. Ga je hem helemaal vol zetten? Nee, we gaan hem niet helemaal vol zetten, maar we gaan wel optimaal gebruik maken van de dure vierkante meters. Oké, okay. Dat is meteen de opstap naar de onderhandeling voor volgend jaar. Ja. Zo moet je het zien. Zo moet je het zien. En nog twee kleine machientjes en dan zijn we klaar. Maar je bent er vroeg bij. Ja,
natuurlijk zijn we er vroeg bij. We hebben er ook zin in. Ja, hè? Ja. Maar weet je dat ik dat van heel veel mensen hoor? Ja. Maar dat komt natuurlijk, de laatste beurs was 3 jaar geleden. De laatste beurs was 3 jaar geleden. We hebben er allemaal weer zin in. En ondanks alle negatieve dingetjes, gaan we een positieve beurs draaien. Nou, ik moet ook zeggen, als je hier rondrijdt, dan is het net of je al die ellende niet hoorde. Hè? Ellende is er niet. Nee. Volgende week niet. Nee. Dan komt die week daarna wel weer. Precies. En in daarna gaan ze toch wel door. Ja. Dan hoef jij je geen zorgen om te maken. Nou, ga ik weer aan het werk, ja? Wat ga je doen dan, Joost? Ja, ik ga die laatste dingen neerzetten. Je moet een beetje gras maaien, want het is niet echt netjes. Waarom? Oh, sorry. Dit is... Nee, het ziet er prachtig uit. Het is toch net een stunt, man. Het is toch niet ja, dit... ja, dat... Heel bier volgende week. Ik heb bier, koud bier. Ik heb koffie, ik heb frisdrank. Ik heb van alles. Laat logo nog even goed zien, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Stand 602. Stand 602 voor bier, bitterballen en koffie. Zoiets? En goede machines. Oh ja, dat ook. Mooi. Jij bent een wespenspecialist, hoor ik. Ze zeggen het. Ja. Ben je vaak gestoken? Bijna nooit. Omdat je specialist bent waarschijnlijk? Nou, niet omdat ik specialist ben, omdat ik weet wie die beesten doen, maar... Oh, en maar waarom ben jij hier dan? Omdat ze overlast hebben van wespen. Ja, dit is ook typisch het wespenseizoen, toch? Dit is het eind van het seizoen. Dan worden ze agressief, toch? De nesten gaan dood en dan blijven een aantal over. Dus ze hebben niet genoeg eten meer en dan gaan ze eigenlijk naar bezoetigheid, zeg maar. Oké, en dan hang je dat soort dingen op? Ja, en ik controleer of er ergens wespennesten nog zijn en waar veel overlast is. Heb je nog één gevonden? Eentje vandaag. Oh ja? Ja. Maar ik heb er hier 2 maanden terug, heb ik er denk ik zo'n 20 verwijderd van het terrein. Zo? Ja. Dus het is daadwerkelijk wel een stuk verminderd hier. Oh, dat scheelt wel een aardige slok op borrel, hè? Ze zeggen het. Ja. Ik hoor niemand klagen hier, dus... Jij bent niet allergisch voor wespen? Tot nu toe gemerkt heb ik niet, maar ik kan wel een reactie krijgen hoor. Dus dat, je moet gewoon uitkijken. Jij dan, JG? Ik ben niet allergisch. Maar ze zitten voornamelijk in de grond, hè? Ja, 70%. In de grond? 70% zit in de grond. Dat weten niet zo veel mensen, maar de nesten zitten met name in de grond. Oh, en hoe speur je die op dan? Dat is mijn gang. Ik was er al bang voor. Nou, hou de boel steekvrij. Ik ga het proberen. Ja? Doe je best, hè? Top. We rekenen op je, hè? Dat gaat helemaal goed komen. Oké, man. Zet hem op, hè. Gaan we naar Biedenboer? Ja, 5-11 was het, hè? Geloof ik wel. Ja. Ja, ik zei het heel zeker, maar ik geloof eigenlijk niet dat ik het zo zeker weet. Ik weet niet of er al wat staat. Nou, dat zien we het wel. Oh, kijk. Het is gewoon echt. Ja, het is nu helemaal echt. Je staat er. En jouw paviljoen staat er al. Ja, mijn paviljoen. Maar dit is prachtig, want die klapt helemaal open. Ja. Aan alle kanten. Ja. En is het je studio of wat ga je doen? Ja, we gaan hier live YouTube doen. Oké. Okay. We allemaal filmpjes maken. Daar komt een, een fietscross terreintje. Oh ja. We gaan 50 mountainbikes weggeven. Kijk eens. Er komt een rodeo stier. Ja. Er komt een, we gaan een wielwisselwedstrijden doen. Oh ja. Op een mooi machientje. Oh, daar had je nog rijplaten voor nodig, begreep ik. Ja. Ja, precies. Ja, die. Ja. Nou ja, dat. Ja. Oh, wat te gek, hé. Kijk nou. Ja, het is nog een beetje kaal, hè? Ja, nee, maar ja, er staan straks camera's op en stoeltjes. Ja. En dan is alles er. Nog wat stroopbalen, geloof ik. Ja. Ah, geweldig. Ja, mooi. Gaan we herrie schoppen. Ja. En we staan vlak bij de horeca-tent. Waar is die? Ja, die is er nog niet. Die komt straks. Die komt hier? Ja, hier komt alle horeca. Uitgifte. En daar staat die. Ja. Nou ja, perfect. Ja. Dat is, dan zit ik goed. Dus die zitten centraal. Centrale kun je niet staan. Wij hebben trouwens ook bier. Oh. Bier de Boer. Sixpackjes. Kun je winnen met een quiz. Oké, okay, lekker. Ja, hè? Handig. Nou, biertje dan maar. Nou, zullen we doen? Ja. Ik ben er wel aan toe. Hey, heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Naast de loodjes. Ja. En we zien elkaar volgende week. Ja, zeker weten. Ik heb er zin in. Goed zo. Jij ook? Ja, wat denk je? Ja, dat was niet best. Ja. Nee. Het is klaar. Goed zo. Dankjewel.